Het ging niet zo goed met Irma de afgelopen tijd. Ze is veel gewicht verloren. Ze was heel erg passief, stond ze in de groep. Dus weinig interactie met andere olifanten. Ze kreeg steeds meer last van haar benen doordat ze niet meer ging liggen. Het eten werd ook steeds minder. Dus eigenlijk hebben we in goed overleg met de dierenarts besloten om helaas afscheid van haar te nemen en haar uit haar lijden te verlossen. We hebben de kudde de gelegenheid gegeven om vannacht afscheid te kunnen nemen van Irma. Dat doen olifanten in de natuur immers ook. Dus dat gunden we de kudde zeker. Irma is 53 jaar geworden. Ze heeft 48 jaar in deze dierentuin gestaan. Ikzelf heb er meer dan 20 jaar mogen verzorgen. Ik heb veel van haar geleerd. En ze was een hele belangrijke olifant voor de Rotterdamse dierentuin. En we zijn dankbaar voor de dingen die we met haar meegemaakt hebben.